Hallo beste kijkers, ik ben net ook wel bij een gloednieuw video van mij, Giovanni. Ik speel vandaag Rainbow Six Siege. Nou, tenminste, ik speelde het, dus oude gameplay van mij. Dat had ik al geknipt. Knipt. Ik heb niet per se dit niet in een solo sessie. Opgenomen. Nou, ik praat niet tijdens Mag de game. Even kijken. Dus daarom doe ik dit. Dus ik leg je even uit Rainbow Six Siege is. Ik ga geen sessie zoeken. Daar Search and Destroy van Call of Duty. Zeg maar, dan iets leuker. En dan, ja. Ik zit bij 16. Ja. Ik weet niet. Dan laten we beginnen met de video. Niet meer doen. Moet ik jou joinen? Oh, ik zit bij 16. Slaapkamer. Ik heb de kapkamer, ik alles vol mijn. Maar laat zo lang. Het is een 9 minuten daar video. Daar komt misschien zo ook nog een lijn. Zoiets. Zegt. Niet doen. Dus ja. Ik spreek nu 3:30. Wordt het nu ingesproken? Ik drukte daar maar bij mij. Wacht niet te veel. Enthousiasme. Dus. Dus laat dit lang. Heel lang. Dus ik zie jullie bij het. Ik heb hem mooi in het wit. Potje. Ik kom dan ook met de baatie. Dan gaan we lekker baatie in. En op het begin zit het te verdedigen. Dus. Ja. Ik ga normaal gewoon altijd hier gewoon alles vol booby trappen. Zodat de enemies aan het langskomen. Schiet al die drones naar de poepers. Ja, ik speel volgens mij dit alleen. Dat de vast komt naar online. Bij de rest was niks interessant. Ik had nog wel interessante gameplay, maar die had ik niet geklipt. Dus. Ja. Dus heb je die domme drone van Twitch. Dus ja. Dus dan gaan we gewoon weer alles volbloeien. Ik ben zoals ze wel bezig waren. Dus hier, ik heb dit is in principe nog live commentary. Nou, ik speel niet, dus. In principe zou ik meer moeten praten. Oh ja, maar ik weet niet echt waar ik over moet praten. En nu, in ieder geval, iedereen is online terwijl ik dit in vaak. Dit is voor mij heel cringe om in mezelf te praten, vind ik persoonlijk. En het lekker zigzag te doen. Dus ik ga even kijken waar deze. Dus. Dat leek heel veel op Frost, als ik moet toegeven. Nou, nee, buk. Dus dan gaan we naar de kelder. Oh, dus dan daar zo is de boom geactiveerd. Oh, nog één. Hier ben ik zo. Wat een hond. Even kijken, waar is die? Waar is die baby? Wat een tering. Hallo? Daar ben je. Headshot. Ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Kick off room. Rijdt ook gewoon weg, hè? Nee, toch niet naar buiten. Wat poëzie. Bond 4-3. Waarschijnlijk raakte in die klutje. Is mijn motor in de deuk, hè? Is voor mij nu ook vandaag een tijdje geleden opgenomen. Dit wordt nu gesproken op 29 seconden. Er liefst telkens meer mensen. Oh, er zitten nu. Opa, dood. Nee. Even reloaden. Kobe. Nog een keer. Allemaal door zijn plaats. Oh, er staat hier nog een. Oh, er liggen hier twee mensen op de grond. Nou, niet helemaal clean. En die views, joh. Heerlijke glitch. Ik zei het al, ik ging glitchen. Ja. Altijd gezegd. Dat is niet de bedoeling. Nee. Ja, ik hoop niet dat je dat hoorde. Denk niet. Maar laten we naar rond 2 gaan. De speelkamer. Kopkamer weer. Gewoon lekker chill, gewoon in de kelder. Pardon. Dank je. Ik heb ze allemaal gekillt. Wat gaan we doen? Team Int is in principe zo goed. Team die goede operators die ze hebben gekozen. Behalve Tjanka. Frost is beter dan Tjanka. Ja, ik speel ook met Tjanka. Dat kan niet echt doen of Capcom toch niet. En ik
heb kappen misschien. Constructions. 2 weken? Hey, drie Vincent weken? Heeft veel. Nou, in ieder geval, nu heb ik al opgerezen, dus dat is best wel chill. Kijken. Dus, ja. Wat ik probeer op. Nee, toch. Oh, dit boeit me. Dus, lekker naar de. Ligt hier van mezelf thuis helemaal deuk. Kapot. Nou, eigenlijk en, nergens heen gaan. En, oh, ik heb een invite voor een ovies. Ik I'm weet niet hoe ovies. Dit zit. Dit potje dus. Nou, kelder. Gewoon met de kelder vol bloed. Weet je, het ging aan. Doen? Voor de klutje. En die moet je dan niet meer werken. Oké, dat moest ik gewoon even doen. Maar het nadeel is, mensen als ze een kap kan gebruiken, weten ze niet dat ze daar ook nog kunnen crouchen. Dus waardoor de bom gewoon op hoofdlengte zit. Waardoor die meestal niet wordt gekild vanwege, omdat ze meestal crouchen als ze door de deur in lopen. Maar in ieder geval als ik ze plaats crouch ik altijd. Want dat is handiger. Enemies killen zichzelf al voor mij dus. Voor ons. Danootje. Hallo? Dapootje, Danootje. Zat volgens mij in de kortimenten. Ik heb papa moment. Ik was misschien net een uurtje wakker. Ik ben papa 2 uur. Hé, hey, jij moet even mij aannemen. Ik ga een gesprek voeren of je mij wel wil aannemen. Snap je tactical dat? Tactical reload. Even poppen. Ja. Oh. Ja, maar dat kan ik niet. En pushen. Of wel? Killen. Ja, maar. Oh. Is er één. Moet ik ook zo'n gay ding op en dat was ook geen 2. Nee, wat vind jij van Remus? Pindakaas. Ik speel dat niet. Nee, maar wat vind jij van eigenlijk? Weet je ook. Ik ken het niet. Dus ik eigenlijk weet heb ik er nooit over nagedacht hoe cringe het is. Om gewoon tegen jezelf te praten terwijl je eigen gameplay bekijkt. Maar ik ben dan naar buiten. Jij zegt wat je doet. Kopen. Even nee. Aanvallen. Terwijl ik Jekyll, nee, dat had ik Jekyll nog niet gekocht. Van nu heb ik alle operates al. Van dit seizoen, hè? Van Operation Steelwave. Oh, weet je, Ash. Alles aan kapot schieten. Tot zo, Daantje. Ik maak nu niet zoveel lawaai van mijn vader slapen. Oh, ik ben achter. Maar ik wil hem gewoon niet wakker maken. Ik mag gewoon nog blijven hoor. Geen zorgen. Geen zorgen. Oh, hier is zo'n hele dure winkel. Tim kan. Tim maakt ook een video. Hallo. Dus binnenkort hoop ik voor jullie. Bam. Ik kom voor Business Smart. Oh, deze is leuk. Dus, ja. Trouwens. Ik net zo'n zeg even of jullie dit vaker willen zien. Of vaker dit soort commentaar. Oh. Ik denk dat het. Ik vind het. Ja, weet niet. Is minder. Het is fijn, hè? Maar nee, ook weer niet. Voor op mijn hoofd. Het is interessant, omdat ik naar mijn eigen gameplay kan kijken, kan ik zien wat ik fout doe. Ja, maar die is lelijk. Ik weet niet of ik hem al had gescand. Ik had die echo kunnen scannen nog. Ja, ik had beter in de badkamer kunnen verstoppen. Die dinger. De badkijp. Pietje. Dat had ik gewoon kunnen verstoppen, maar. In de buurt, dus ik ga die kopen. Maar dat deed ik niet. Kijk, het truc is eigenlijk dat je heel vaak gewoon op de bom gaat zitten. Als je met de drone zit, moet je gewoon op de bom. Hetzelfde kleur. Dus ja. Ja, dat was de tip van de dag. Auw. Waarom moet iedereen zo'n jood gedrag hebben? Amen doei. Auwimbouw. Dit was een kapot lekker potje Rainbow. Looking at the after part.